Martin van Vianen, ADO Den Haag heeft een nieuwe technisch manager en hoofdopleiding, Rob Meppelink. Wat vind jij van zijn aanstelling? Ja, nou, het is eigenlijk toch verrassend wat betreft de functie. Want het is toch een dubbele functie die ingevuld moet worden. En dat geeft heel veel tijd. Terwijl ik dus denk dat ADO zowel een hoofdopleiding nodig heeft die daar alle tijd aan moet besteden. En een manager die alle tijd aan de selectie moet besteden. Het is nu vlees nog vis. Ja, dat bedoel ik. Waar kies je dan voor? En dan krijg je dus misschien 50-50. En ik denk dat dat geen goede zaak is. En de persoon Rob Meppelink, wat vind je daarvan? Nou ja, ik heb begrepen dat, dan heb ik het even uit de kranten berichten, dat hij toch wel ervaring heeft. Hè. Hij heeft al een functieopleiding gedaan in het buitenland. Hij is hoofdtrainer geweest hier bij ADO, bij RBC. Dus ervaring heeft hij wel. Ik dacht ook dat hij nog bij de jeugd heeft gewerkt. Dus in die zin komt er wel iemand binnen die wel verstand van heeft hoe er gewerkt moet worden. Maar ik blijf toch zeggen, en dan wil ik niet zo kritisch zijn, dat ADO behoefte heeft aan een goede technisch directeur of technisch manager die echt een heel groot netwerk heeft. En ik denk dat het nu een beetje ten koste van gaat. Dat zou jammer zijn. Snap je dat ADO Den Haag kiest voor de technisch managerrol in plaats van technisch directeurrol? Nou ja, ik denk als hij technisch directeur was geworden, dan was hij geen hoofdopleiding geworden. Dus dat valt een beetje naar elkaar toe. Dus dat idee heb ik dan dus wel. En ik denk ook dat het een financiële situatie is. Wie had jij geschikt gevonden voor bijvoorbeeld de nieuwe technisch directeur van ADO? Ja, zou het niet weten. Dat, ik bedoel, als je hier moet toch je netwerk aanwezig zijn door te zeggen van daar loopt iemand of er is iemand die technisch directeur wordt. En ik denk ook dat ze best wel eens misschien wel eens die richting hebben gekregen. Misschien Cor Pot, heb ik ook gehoord. Misschien dat hij van de week bij jullie in de tv, dat zou ook nog kunnen. Dus Van Asja, hè, want die zit natuurlijk de pal bovenop bij NAC, dus die heeft wel ervaring op dat niveau. Maar die zou dan niet geschikt zijn voor de combi en hoofdopleiding en technisch manager? Nee, dat is het punt. Dus er is weer gekozen voor een en-en situatie. En nogmaals, dat is een financiële kwestie. En ik denk niet dat het voor het sportieve deel van ADO dat geen goede zaak is.